Hele goede avond, dames en heren, van Aan den Dreef in Leuven, waar Oud-Heverlee Leuven het straks gaat opnemen tegen Anderlecht. Voor Oud-Heverlee Leuven is het duidelijk, zij moeten hun laatste twee wedstrijden van dit reguliere seizoen winnen. Te beginnen tegen Anderlecht, want anders is play-off 3 een zekerheid. En Anderlecht zelf, dat moet ook winnen vandaag om de kloof richting Club Brugge en Standaard niet te groot te laten worden voor de play-off 1. Ivan Leko, this is an everything or nothing game, but you look quite relaxed, I must say. I'm having a lot of confidence in my team. We have already 10 days behind ourselves and every day was we are going better and better. And for me, what is important tonight is to see one team who knows what we are playing in offensively way and defensively way. And I can tell you that I'm not thinking about result, about situation, because this thinking of this cannot help you in anything. Only thing in which I'm focused together with my players is on our way to play and making this team each day better and better. I would say this kind of games is typically for an experienced coach. Do you feel that extra pressure because you're young now? Well, look, I'm a young coach for sure, but I'm not young. I'm 36 years old, and I was as a coach you are as coach very young. Let's say it like this. But I don't know. I'm feeling very calm already 2 days before the game, so maybe this is the strange thing. But I don't know. I'm feeling how I feel. I know that we are doing good things on the training space. That we are preparing the game and the team on the best possible way. So I'm calm because I know that my boys will do maximum on the pitch to present themselves on the best way. You say the maximum, but isn't this, well, a risk, I would say, this kind of game for over-motivation? We are not talking about the motivation, no motivation, because for this game, those games, you don't need motivation. I was talking always and every moment, and I need to repeat it day by day that we want to make the team who knows what to do. And all the people who will come tonight on the stadium want to see one team who knows what to do, and of course, one team who never give up. I wish you good luck. Thanks. Thank you. Veel geluk, zei Luc van Doors. Laat eventjes vertalen. Vertrouwen, zegt hij, dat heb ik absoluut in deze groep. Zelfs na 10 dagen voorbereiding, want ze zijn nu 10 dagen samen, Leko en de spelers, heeft gewerkt, uiteraard, offensief en defensief. Maar hij heeft ze op het hart gedrukt dat ze niet aan het resultaat moeten denken, dat ze beter moeten spelen. Dat is wel nodig. Er moet een ploeg staan. En heeft dan niet te veel druk als jonge coach? Wel, hij is niet jong, zegt hij, 36, maar wel geen ervaring als coach. Dat wilde Luc zeggen. Wel, nee, want ik ben heel kalm al dagen voor de wedstrijd. Ik heb absoluut geen stress. En de voorbereiding was heel goed. Wat ik wil zien is dat er één ploeg staat. Eén ploeg die weet absoluut wat er moet gebeuren straks op het veld. En dan is ook motivatiepraatjes of zo, dan is dat absoluut niet nodig. We gaan eens kijken naar zijn startelf, naar de beginelf van Ivan Leko. Met twee gedwongen vervangingen. Ja, inderdaad. We hebben de rode kaarten gezien. Dus die jongens moeten gewisseld worden. Het zal voor een goal ook zal het van Goetem zijn in de spits. Diep in de spits in plaats van Kostowski. Ruitings. En voor de rest dezelfde 9 andere namen die vorige week dat puntje uit de brand gesleept hebben in Lierse. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de vertrouwde namen op dit moment. Met Ibu vanaf links en Karuru vanaf rechts in de aanval. En dan de bankzitters met Leenaerts, Pettersson, Kroeks, Wijns, Van Eno, Buissens en de jonge Dessers. Die misschien wel voor vandaag speciaal. It ain't over till it's over. Ja, dat kan vandaag.
Goed, zorg dat. De bal is moving. Prima. Succes. Goed match. 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 Weinig kansen of geen kansen hebben weggegeven.
En zelfs hebben we er een paar keer kunnen tegenprikken. Een paar keer net offside, denk ik. Ik weet niet wat offside was. Maar, ja, het was geen buitenspel. Het was geen buitenspel. Ik had zeker het gevoel dat het ook geen buitenspel was. Dus dat is dubbel jammer. Maar we moeten gewoon op deze manier doorgaan. En we moeten vol voor die 3 punten gaan. Belangrijke rol voor jou. Jij bent heel erg gemotiveerd. In tegenstelling tot de meeste van Anderlecht, lijkt me. Ja, ik denk als je nu niet gemotiveerd bent in onze situatie, dat het nooit zal komen. Kijk, we moeten gewoon zo doordoen. We zijn gretiger dan Anderlecht. En ze vinden geen oplossing. Dat valt inderdaad op. Hoe komt dat? Ervaar je zelf op het veld dat Anderlecht zelf daar een beetje lusteloos bij staat? Nou, ik denk lusteloos. Ik denk dat het heel snel lusteloos wordt genoemd. Op het moment dat ze geen oplossing vinden, ik denk dat dat vooral door onze manier van spelen is. Jullie verdiensten. Dankjewel.
blijven zonder camera dan, Karel. Die komt zo dadelijk. Wat gebeurt er vandaag? Onvoorstelbaar. Plots kunnen jullie heel wat wat lange tijd niet kon. Ja, absoluut. Dat is waar we eigenlijk om gekend staan. Hè. Dit is sfeer, dit is ambiance. Ja, dat is leuke voetbal ook en de deugd. Ja, maar hoe komt dat? Je bent opgepept door de nieuwe coach. Heeft dat ermee te maken? Ja, absoluut. Ik denk de inbreng van Leko is heel belangrijk geweest. De sperre is teruggekomen in de groep en die was volledig weg een tijdje terug. Dus dat heeft hij teruggebracht. Maar ja, de sperre is terug, het geloof is terug. We winnen tegen Anderlecht. Maar stil hebben we nog niks in eigen handen, maar ja, alleen de match op Bergen dan. Opvallend dat je dat zo zegt, een coach zonder ervaring. En die slaagt er dan in om jullie toch weer op een hoger niveau te tillen. Het gebeurt niet zo vaak, een Leko-effect dus. Ja, oké, okay, absoluut een Leko-effect. Moet je eerlijk in zijn, hij heeft het heel goed aangepakt. Ik denk dat er ook terug een blok op het veld staat. Tactisch heeft hij het een en het ander toch wel in deze broek gekregen wat moeilijk was. Maar ja, hij blijft ook heel rustig onder deze situatie. Wij hebben nog een hele kleine kans op die play-off 2. Maar we staan nog nergens. Ik denk dat we een hele moeilijke match op Bergen hebben. En op onze knieën moeten gaan bidden voor de sporten worsten daarop. Je blijft er heel rationeel bij. Dankjewel. En dan mogen ze opnieuw gaan feesten, Geert. Want ja, het feestje gaat hier nog lang duren, al is er eigenlijk helemaal nog niks gewonnen. Alleen, dit doet zoveel deugd. Ja, maar ze hebben denk ik voor een groot stuk toch wel rekening mee gehouden dat het vanavond wel eens afgelopen kon zijn met play-off 2, dat het echt richting play-off 3 ging. Als je dan deze prestatie neerzet, als je deze overwinning haalt en ja, je houdt ook rekening met het resultaat van Waasland-Beveren, wat nog enigszins gunstig is, en dan heb je nog een kans en had je misschien ja, voor een groot stuk niet meer op gehoopt en die heb je nog volgende week. Afhankelijk van het resultaat Waasland-Beveren natuurlijk ook. Maar oké, okay, je hebt zelf nog altijd alles in hand wat de wedstrijd tegen Bergen betreft. We gaan eens kijken naar de strijd op het midden.